We staan hier in het nieuwe zeewierlab. Het eerste ter wereld waar we 50 kilogram nat zeewier per dag kunnen verwerken naar brandstoffen. Dit is een eerste belangrijke stap naar het ontwikkelen van een commercieel 360 dagen per jaar proces. Hier worden onder realistische omstandigheden de processen stap voor stap uitgevoerd, zodat we beter begrijpen hoe een fabriek in het echt heel groot gaat werken. Kun je eens uitleggen, wat kunnen we allemaal met zeewier? Met zeewier kunnen we heel veel dingen. Je kunt het eten, je kunt het omzetten naar meststoffen en je kunt het ook omzetten naar grondstoffen voor plastics en uiteindelijk op hele grote schaal er biobrandstoffen van maken. En het is een duurzame eiwitbron. Dit is een lab snelkookpan. Daarmee wordt zeewier dat daar eerst gesneden wordt op druk en temperatuur gebracht tot ongeveer 120 graden. Daar voegen we wat zuur aan toe en in zeewier zitten heel veel suikers, ongeveer 60% op droge stofbasis. En de suikers zijn de grondstof van de brandstoffen als mede de duurzame plastics. Jullie kunnen toch maar mooi zeggen dat het in petten staat, hè? Het is heel mooi dat het in petten staat en het is ook dicht bij de zee en dat is heel toepasselijk.